Ik maak me eerlijk gezegd een beetje zorgen over 10 jaar geleden en waar het nu naartoe is gegaan. Wat verstaan we nu onder het woord crossmedia? Wat dekt de lading? Ik vraag me eerlijk af, crossmedia, waarom zou je? En dat wil ik graag met jullie gaan bespreken, waarom ik me zorgen maak aan de hand van de mediawaardeketen. Daar zijn een aantal partijen in, die met een aantal rollen. De eerste is een uitgever of een zender. Ik doe dat even een beetje globaal. De uitgever of de zender is de eigenaar van de consument. Dat zeggen we maar even zo. Want die heeft een window en binnen die window kan je al die mooie content vinden. Nou, dat wil de consument, dus dat is de plek waar je dat kan vinden. Maar we willen steeds meer. We willen meer momenten en op meer plekken willen we inhoud hebben. Dus anytime, anyplace, anywhere. Wat denkt de uitgever? Ah, crossmedia. Pavlov-reactie. Meer, meer, meer. Meer windows. Nog een window met hetzelfde en nog een window met hetzelfde en nog een window met hetzelfde en nog een window met hetzelfde. Als je nou de Volkskrant bent en je bezorgt in de ochtend een krant bij mij thuis, is het dan verstandig om precies hetzelfde te doen op een website of op een mobiele site of op een andere plek? Is dat nou relevant voor mij? Is de Volkskrant relevant voor mij omdat ze een krant bezorgen? Of is de Volkskrant relevant voor mij omdat zij degene zijn die voor mijn nieuws gaan zorgen? En moeten ze dat misschien op een andere manier doen? Want die krant, dat is natuurlijk geen first window meer. Dat werkt niet meer. Die is niet snel genoeg. Misschien is de website wel een first window. Misschien heb ik wel de website nodig als dé plek waar ik het laatste nieuws kan vinden van de Volkskrant. En misschien heb ik de krant wel nodig voor mijn reflectie in de context van het nieuws of om het te plaatsen. Dus misschien veranderen de functies van de verschillende media wel. Ik vraag me af, heeft de Volkskrant nou een strategie van meer, meer, meer van hetzelfde? Of heeft de Volkskrant een strategie om zo relevant mogelijk voor mij te worden en op die plek het nieuws aan te bieden of in de vorm zoals ik het wil? Okay. De volgende speler in het veld, dat is de adverteerder. Die kennen jullie met Customer Media natuurlijk ook heel erg goed. De adverteerder is eigenaar van het marktaandeel en eigenlijk gewoon de financier van de media. Laten we daar eerlijk in zijn. Die adverteerder, die had het vroeger een stuk makkelijker. Die ging naar een zender en die zender, die programmeerde een televisieavond. En dan kwam de kijker en die schakelde 7 uur in en die ging om 11 uur weg. Nou, als je dan een beetje geluk had, dan had je zo'n beetje 5 tot 6 reclameblokken. Die je aan die kijker kon voorleggen met allemaal mooie 30 seconden spots. Dus wat doet een adverteerder? Die zoekt het lekkerste broodje, die legt zijn belegje ertussen en dan komt die boodschap wel over. Maar wat gebeurt er? We gaan steeds gevarieerder eten. De ene keer eten we dit en de andere keer eten we dat. Dus de ene avond liggen we onderuit op de bank naar de tv te zappen. Maar de andere avond hebben we de laptop op schoot. En is die tv eigenlijk een beetje meer ruis op de achtergrond. En weer een andere avond zetten we alleen het scherm aan. En duiken we Xbox Live in. Dus, ook die adverteerder die denkt, antwoord, crossmedia. Meer, meer, meer. Copy-paste. Meer broodjes. Afro je belegjes laten zien. En weer meer, meer, meer van hetzelfde. Wat doet de kijker intussen? Nee, we al eerder met andere sprekers ook al afgehad. Dat broodje, dat valt natuurlijk helemaal uit elkaar, want die kijker, die zet overal langs heen, die bepaalt precies wat hij zelf wil zien. Dus, als je geen zin heeft in jouw belegje, jouw advertentie, dan skippen we het, dan gooien we het er gewoon tussenuit. Dus meer, meer, meer van hetzelfde aanbieden. Beste adverteerder, is dat nou relevant? En we hebben er natuurlijk nog één.
Dat is de producent, de eigenaar van de content. Nou, die had een prachtige marktkraam. Had een prachtige marktkraam. Legde daar exclusief zijn aanbod neer. Kwamen de klanten. En die kochten die mooie programma's. En die gingen ze uitzenden. Maar ook die content-eigenaar. Die denkt, cross-media. Ah, meer, meer, meer. Dus wat doe ik? Ik zet overal mijn marktkraampje neer. En ik ga steeds maar weer meer, meer, meer van hetzelfde aanbieden. Wat gebeurt er nou eigenlijk als je meer, meer, meer van hetzelfde aanbiedt? Ben je dan meer waarde aan het creëren voor je klant? Of neemt je waarde uiteindelijk gewoon af? Want je doet overal meer, meer, meer van hetzelfde. Wat is nou de sleutel? Dat meer, meer, meer van hetzelfde? Ik denk het niet. Ik denk dat je weg moet van een strategie die gericht is op zoveel mogelijk bereik, zoveel mogelijk steeds maar weer op al die plekken hetzelfde doen. Ik denk dat je weg moet van een Pavlov bereiksreactie naar een strategie waarbij je gaat proberen zo relevant mogelijk te zijn voor je klanten. En die relevantie, die kan op verschillende plekken wel weer anders liggen. En moet dat dan crossmediaal? Nee, dat hoeft niet. Is het relevant voor je doelgroep om van een boodschap die je vertelt, waarbij ze luisteren, over te gaan tot interactie? Dan misschien wel. Dan zou ik zeggen doen. Hoe zou je dat moeten doen? Nou, wij gaan er een aantal dagen over organiseren binnenkort. 15 oktober is de eerste. Die heet het Donnersteendagen. Er zijn eigenlijk 3 regels om van mogelijk te worden. Die willen we graag met jullie delen. 15 oktober is de eerste dag. Dus ik zou zeggen, zoek het op en kom langs. En volgens mij ben ik nog lang niet aan mijn 10 minuten. Maar... Goed, dankjewel Monique.